allemaal een armbandje en stroopwafels. Mevrouw, maar nou het duurt het nog ruim 2 uur voordat de koningin komt. Nou, ik was er al om 1:30, meneer. Kan dat toch nog bij, hè? En u hoopt die bloemen te kunnen overhandigen aan de koningin? Ja, die hoop ik. Heel zeker. Meneer Schroon, even een korte reactie. Hoe bijzonder is deze dag voor u? Nou, het is wel heel bijzonder. Het museum bestaat 175 jaar. Ja, en, gefeliciteerd. Ja, en dat dan de koningin met haar wedstrijd komt opluisteren, is daar kan alleen maar trots op zijn. En dan is daar het moment waar alle aanwezigen die hier buiten de Augustijnenkerk staan op hebben gewacht. De aankomst van koningin Maxima. Er wordt gelijk toch ook geapplaudiseerd. Nou, de koningin heeft haar best gedaan om weer helemaal representatief eruit te zien. Er wordt gezwaaid. Ja, het is heel handig. Ja, dank u wel. Nou, daar ben ik weer. Ja. Heeft u de bloemen kunnen overhandigen? Ja, en een hand gehad. Ik durfde geen kus te geven, dat vond ik een beetje te brutaal. Maar ze kwam terug om me te bedanken weer voor de bloemen. En leuk. Het tasje aangepakt en de armbandjes voor de kindertjes aangepakt. En alles wat erin zat, de stroopwafels. En ik had Engelse drop, een grote zak Engelse drop. Ja, dat hebben we gezien. Nee, dat heb je gezien. En nou kwam ze heen, kwam ze naar me toe. Dat wist ze niet meer van de verloving. Maar ze wist wel dat ze bloemen toen gehad had, maar niet meer dat ik ben ook afgevallen. Oké, maar in ieder geval, anders. U heeft haar geen kus kunnen geven. Nee. Dan mag u dat mij doen. Ja. Als compensatie. Ja. Dat is 3, hè? Dat is een 100. Nou, dan heeft ze de dag ik helemaal heb de goed. Ik heb de dag van mijn leven gehad.